Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag, 3 juni 2016. Dit is het bulletin van vrijdag. Vandaag morsen en een wat groter SSTV-plaatje, dit keer in PD90, omdat we een foto met techniek hebben met wat meer detail. Als je op de automode staat, dan hoef je verder niets te doen, anders dan moet je PD90 kiezen. Zoals vaker op vrijdag is dit een iets kortere uitzending. Transatlantische digitale VHF-DX-ontvanger in Newfoundland, Canada, is nu helemaal QRV. De locator is Golf November 37. Deze ontvanger is bedoeld om vanaf die gunstige locatie 24 uur per dag de frequenties van Europese bakens te beluisteren, om zo de propagatie op 144 MHz over de Atlantische Oceaan te kunnen bestuderen. In het Verenigd Koninkrijk was er eerder dit jaar al een record. Er is nu een groep in Essex, de UK Microwave Group, die zich concentreert op de hoogste amateurband. Die loopt van 241 tot 250 gigahertz. De band heeft een golflengte van 1,2 mm en ter vergelijking, de band heeft dus een frequentie van ruwweg 2000 maal de frequentie van de 2 meter band. Deze frequenties raken ook meer binnen het interessegebied van commerciële partijen die meer en meer naastig op zoek zijn naar een nieuw spectrum voor hun toepassingen. Dat heeft het voordeel dat er makkelijker apparatuur voor beschikbaar komt, maar als nadeel dat we ook stukken van onze frequenties daar kwijt zouden kunnen raken. Boven de Amerikaanse staat Arizona is donderdag 2 juni een kleine asteroïde ontploft. Het betrof een bij benadering 3 meter groot object dat een felle flits en een luide knal veroorzaakte. Meteorietjagers speuren momenteel het landschap bij langs voor eventuele sporen of fragmenten van de meteoriet. Aldus southgatearc.org en spaceweather.com. Europese amateurorganisatie Eurao heeft een onderzoek gelanceerd waarmee ze wil onderzoeken hoe de hobby er in de verschillende Europese landen bijstaat, om te kijken of de organisatie daarbij misschien op een of andere manier zou kunnen helpen. De website van de Eurao is www.eurao.org. www.eurao.org. Ik kan de enquête die op Google Plus pagina van de vereniging staat daar zo snel niet vinden, tenminste niet op de website. Je zult dus door moeten klikken naar de Google Plus pagina. Het linkje daarvan staat bovenaan de webpagina. Ja, denk vanavond ook nog even aan de uitzending van PI4AA. Later vanavond op vrijdagavond dus om 2100 uur op dezezelfde repeaters hebben we maar interessante onderwerpen. Nog later vanavond op PI3UTR is de lange uitzending van de Daily Minutes met onder andere een herhaling van alle uitzendingen van afgelopen week in het Nederlands en een hoop nieuwtjes nog vanaf de Hemvention.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me. Tingelingeling. Wie is daar? De zendamateur. Vandaag niets nodig. Ook geen morse QSO? Nee, vandaag dus niks. Jammer. Dit is Papa Alpha 0, Echo, Tango, Echo, op helium.